Goeiedag. Ja, forse buien trokken er dinsdag over het land, leverden weer een aantal flinke plassen op. En de komende dagen blijft het weerbeeld toch wel onbestendig, wisselvallig door de invloed van lage drukgebieden in onze omgeving. Laten we maar eens gaan kijken naar het weerbeeld voor de komende 48 uur. En we beginnen bij woensdagmiddag. Dan is het rustig weer boven Nederland. Geen neerslag. In de loop van de middag kan er wel een enkel buitje tot ontwikkeling komen. Maar dat zijn niet van die hevige buien. En later vanavond en vannacht blijft het droog. En ook morgenochtend beginnen we met heel aardig weer. In de middag zien we dan weer dat er een paar buien tot ontwikkeling kunnen komen en over het land kunnen trekken. Maar lokale verschillen en die hevige buien die we gisteren hebben gezien, dat zal niet gaan gebeuren. Wat betekent dat voor de weerkaart? Nou, voor vanavond dan hebben we best nog wel wat zonnige momenten. Er is wel veel bewolking aanwezig, maar het klaart steeds meer op. En lokaal dus een enkele bui. Als de zon ondergaat is het een graadje of 15 op de meeste plaatsen. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. Aan zee kan de wind in eerste instantie nog vrij krachtig zijn. Morgen dan beginnen we met flinke zonnige perioden. In de loop van de dag ontstaan er dan stapelwolken en kan er plaatselijk een bui gaan vallen. Temperatuur loopt op naar zo'n 17 tot 20 graden. En ook morgen waait er een matige wind uit het zuidwesten. Vrijdag moeten we rekening houden met meer buien als een buiengebied vanuit het zuidoosten ons land binnenkomt te trekken. En als we dan naar de weerkaart gaan kijken, dan zien we dat dat buiengebied in de nacht van vrijdag op zaterdag nog wel boven ons land ligt. De invloed van lage drukgebieden is ook aanwezig, maar zondag gaat er net eventjes een hoge drukgebiedje een rol spelen. En dat betekent dat de zondag er net even wat beter uit gaat zien. Het hoge drukgebied houdt buienactiviteit onderdrukt en dat betekent dat we een droge dag gaan krijgen zoals er nu bij staat met zonnige perioden. Pas later op de dag, als dat hoge drukgebiedje weer een beetje gaat verdwijnen, kunnen er dan wat buien tot ontwikkeling gaan komen. En volgende week, ja, toch wel lokaal flinke verschillen denk ik. Ik denk dat met name landinwaarts die buienkans elke dag wel aanwezig is. In het westen en noorden overwegend droog weer, zoals het nu op de weerkaarten staat. Die buien die hangen ook een beetje samen met de dagelijkse gang. En dat betekent dat je in de ochtend vaak droog weer hebt. In de middag zie je dan die stapelwolken ontstaan als de temperatuur oploopt. En dat kan dan hier en daar tot een bui leiden. En als de situatie gunstig is of ongunstig zoals u wilt, dan kunnen dat soms ook best hele stevige buien worden. Een beetje vergelijkbaar met dinsdag. Dat zal van dag tot dag bepaald moeten gaan worden. We hebben het als volgt neergezet in de tabel. We zien temperaturen over het algemeen zo rond de 20, 21 graden in het midden van het land. In het zuiden kan het wat warmer worden. Vrijdag en zaterdag dus veel buien. Zondag een overwegend droge dag. En dan begint volgende week weer de kans op een lokale bui. Zoals gezegd, met name landinwaarts waar de temperatuur wat hoger kan worden, is die buienkans wat groter. Dan gaan we eens eventjes kijken naar het temperatuurprofiel. Want wat zien we dan? Nou, in eerste instantie die temperaturen rond de 20 graden. Dat houden we heel lang vol tot en met het midden van volgende week. Maar daarna wordt er wat meer onzekerheid zichtbaar. En dat zit vooral ook aan de warme kant. Er zijn wat opties die toch voor wat warmer weer gaan, wat meer hoge druk invloed. En dan zou het zomer eens een keer een zomerse dag kunnen gaan worden als dit uit gaat komen. Dat moeten we natuurlijk nog wel even afwachten. We zien het ook wel terug als we die kans op 25 graden bekijken voor het midden van het land, dat vanaf donderdag een optie is. Het zit zo rond de 30% over het algemeen. In het zuiden van het land is die kans nog wat groter. Kijken we tot slot ook nog even naar de neerslag. Nou, dan zien we heel duidelijk de komende dagen dat die neerslagkans heel groot is op vrijdag en zaterdag. Ook toch wel op zondag, maar dat zijn vooral buien die aan het eind van de dag gaan vallen. En begin volgende week ook toch wel die kans op buien. Later in de week een lagere buienkans, maar zeker niet helemaal droog. En daarom kunnen we toch echt wel zeggen dat de komende periode licht wisselvallig zal gaan verlopen, waarbij regionaal er best wel flinke verschillen kunnen optreden. Nog een fijne dag.